Hey guys, het is vandaag woensdag en ik ben op bezoek bij Tony en Guy. En de meeste van jullie kennen Shaline al. Want zij is ongeveer 3 jaar geleden begonnen hier bij Tony en Guy, toch? Ja. Op de Witte de Wit in Rotterdam. En ik was toen een van haar eerste haarmodellen. Dat was in 2015. Ja. Dus dat was al heel lang. En eigenlijk al die tijd ben ik haar haarmodel gebleven. Dus we zijn van knippen zijn we naar verf gegaan. Van verven zijn we naar hele vreemde, maar ook echt uitdagende, extreme kapsels gegaan, maar ook kleuren. Er staat een vlog online met haar, ook over een shirt, maar ook dat ze mij haar kleurt, waar ik echt 3 tinten rood had, 4 tinten rood. Dat is bijna zelfs 5. 5, met koraal en dat heb ik echt heel lang gehad. Dus we gaan nu naar een, ik heb mijn haar natuurlijk pas geleden nog teruggekleurd naar zwart-bruin. Dus we gaan nu voor een... Ombre. Ja. Met chocolade bruin tint, dus echt donker. Want ik kan natuurlijk niet zo voor de camera verschijnen en ook niet op werk. Dus we moeten het even wat rustiger houden. Dus ik ben weer terug bij Shaline. We gaan even een before en after maken. Weet je nou hoeveel ml je gebruikt voor iets? Een gokje. Een gokje? Oh jee. Een gokje. Nee, dan als het niet genoeg is, dan kan ik het altijd bijmaken. Oké. Okay. Dus liever niet te veel, anders... Ben je nou afgestudeerd dan? Of? Nou, ik ben ook her, alleen hier volg ik zeg maar een extra opleiding. Oh ja, intern gewoon. Intern, ja. Het is toch wel handig om je eigen kapster te hebben, hè? Na 5 uurtjes de laatste handeling. Ik leef nog. Hey guys, het is vandaag donderdag. Deze weekvlog is echt een puinzooi, want ik ben sinds maandag begonnen bij een nieuwe klant. Dus ik heb een nieuwe opdrachtgever erbij, dus dat was eventjes aanpoten. Maar nou, donderdag betekent natuurlijk weer de opnames van Pariksha TV. Dus ik ben thuis, ik ga even snel douchen en even de rest van mijn make-up eraf halen. Want ik moet daar om 6:30 zijn, het liefst om 6 uur als ik dat red. Want dan ga ik in de make-up bij Rishma. En ik moet me nog even omkleden, we hebben nog even een meeting vooraf. Dus ik ga er snel vandoor en ik neem jullie natuurlijk de hele dag weer mee. Logisch. Backstage, het hele team hangt hier omheen. We zitten nu in de make-up ruimte van Rishma. Hallo. Hierachter heb je... een goktafel. En daarachter zit de studio. Rishma's Beauty. We know. Sluipreclame en zo. Maar dat komt nog helemaal aan bod. Het is een complete chaos geweest. Zoals je weet gaat er heel veel fout. Maar zijn wij er één team, één taak om alles op te lossen. Hashtag Pariksha TV. Yes. Dus wij gaan nu bekendmaken wie er in de allereerste aflevering zit. Eigenlijk is het de 2e aflevering, maar dat zien jullie dan. En aan tafel zitten jongens. Sadhana Lila, Shanti Ramsaran... en Bijoen van de band. Dus we gaan nu klaarmaken. En dan hippie. Laten we jullie zo zien hoe het eindresultaat eruit ziet. Ja. Nog snel alle informatie doornemen. Heerlijk bij Rishma. Echt, hè? In de stoel eventjes rust na een lange dag. Ja. Lukt het, Rish? Na een lange chaotische dag. Ja, na een lange chaotische dag.
eventjes knippen. Dit is een vlog takeover. Ik ben Sadna, even voor Pariksha TV. And guess who is sitting in the makeup right now? Hello, I'm your host today. Yeah! Het wordt opgemaakt door Reshma Sarju. Het ziet er al super mooi uit. Het is nog niet eens helemaal af, maar heel nice. Oh, je gaat zo, precies zo toch? Perfect. Maar ik heb er ontzettend veel zin in. Shanti Photography is hier ook. Hi. Onze eerste interview samen, zo leuk! We hebben echt de power woman aan tafel. Nou, je bent er zelf ook één, toch? Dus nice man, wordt echt leuk. Zo, dat is een hele knap beurt, jongens. Zo, dan mag je even. De spanning is eraf, of niet? Ik heb nooit spanning gehad. Nee. Oh, ik kom er. Zie die neusgroei? Zie je dat? Ik voel zijn string, zeg maar. Dat was het dan weer voor vandaag. Oh my god, het was echt een hele bevalling. Maar het is in ieder geval goed gegaan. Dus we gaan even een hapje eten en dan is het alweer vrijdag. Maar ik ben echt super moe. Maar het was echt een hele toffe ervaring. Het was echt leuk om te doen. Dus het was het allemaal waard. Good morning guys. Let niet op mijn gezicht, want ik heb geen make-up op. Want ik moest mijn huid even rust gunnen na alles van gisteren. En ik ben ook echt super moe. Nou, jullie hebben kunnen zien, de beelden hiervoor, hoe gezellig het was. En hoe leuk het was en wat we allemaal hebben meegemaakt. Nou, mijn eerste talkshow, mijn eerste officiële uitzending samen met Joy. Met als gast Bijoon, Sadna Lila en Shanti Ramsara natuurlijk. Nou, het was echt leuk. Ik kan het gewoon niet beschrijven. Het was ook een hele unieke ervaring. Dus de uitzending komt er binnenkort aan. We worden landelijk uitgezonden. Dus ik zal binnenkort even online zetten waar de uitzending wordt uitgezonden. En op welk kanaal en dat soort dingen. Nou, ik moet nu heel snel weg. Want ik heb een klantje vandaag. Eigenlijk heb ik er 4 achter elkaar. Op dezelfde locatie. Dus dat is wel heel fijn. En ik neem jullie gezellig natuurlijk de hele dag weer mee. Maar we gaan lekker in streetstijl. So let's go. Hey guys. This is one of my best clients. Hi. It's Bella. Hi. I found her in a makeup store. I was still working at this place. And I found her there and we were just connecting. Huh? Yeah. And I did her makeup for the first time. And she bought all of the makeup. And now I'm her... I'm personal makeup artist. So I will show you the other girls. They're stunning. They really are. And they don't even have to wear makeup. They're stunning by themselves. So I'm gonna show you. Sorry, ik praat in het Engels. Sorry. Rebecca. Ze zien er echt goed uit zonder make-up. Ze hebben het echt niet nodig. Maar het was echt super leuk om hun make-up te doen. Dus ik ga het jullie zo laten zien. Kijk, dit is hun traditionele. Dit zijn hun traditionele juwelen, zeg maar. En het is van echt koraal. Hoor je dat? En Bella, wat vind je van je make-up?
Ik vind, oh my god, I think I'm looking the best I've ever done. I think I'm gonna get a second boyfriend today. A second one? Yes. Or a third one? Oh, actually a third one. Oh my god, I look like a ghost next to you, girls. No. No. You look so pretty. Thank you, love. Aww. Thank you. We're going to an African Nederlands bruiloft. African Nederlands? Ja, Bella is, ze is, zeg maar, ze praat half Nederlands en half Engels. Maar dat hoort erbij. Dus we gaan even groepfoto's maken. Kijk eens hoe mooi ze zijn. Dit waren mijn modellen vandaag. Dit waren mijn klanten. Maar kijk hoe pretty. Yay. Ze hebben gewoon hun kleding aan van hun eigen cultuur. Maar zij zijn niet stunning, eerlijk. Aww. Pose, girls, come on, come on. Doe zo'n pose. Aww. 22 juli bij Pariksha TV. Ons spiksplinternieuwe talkshow met bijzondere gasten en spraakmakende reportages. Vandaag waren bij ons te gast Sadhana Lila, Shanti Raamsaran en Bichun van de band. Vergeet ons niet te volgen op Facebook. Rana Ramjanam. En Joy Silperzaad. See you there. We'll be right back.